Goedemiddag, het is vandaag 4 oktober 2017. 25 jaar geleden voltrok zich hier een verschrikkelijke ramp. Waarbij een vliegtuig op twee flats stortte met alle gevolgen van dien. Tijdens die ramp was er Passem. Passem die was hier beheerder van de collectieve ruimte. Die heeft met gevaar voor eigen leven heeft hij een aantal kinderen gered uit een op dat moment in brand staand gebouw. Hij komt op een gegeven moment naar buiten en een meisje zegt, Passem, 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 mijn broertje is nog binnen. Dus nogmaals, met gevaar voor eigen leven is hij dat gebouw ingerend, heeft het jongetje gered. En ja, de brandwonden op zijn lichaam, die waren de tekenen van datgene wat hij allemaal heeft opgelopen tijdens die redding. We zijn vandaag hier om hem te eren met het onthullen van de naamplaat van de brug hier achter mij. Wij gaan zometeen vragen aan de buurtbewoners wat Passem betekend heeft voor de Bijlmermeer. En of ze Passem überhaupt kennen. Want het is wel iemand die we moeten kennen. Passem, heeft u daarover gehoord? Zeker weten. Hij heeft toch zijn leven geofferd om mensen te redden, kinderen te redden. Toppie, toppie. I heard about him, but before I live here, yeah, I was also here in the Kronofin, the Kran Kronofin. So I saw everything, and I see a lot, and we miss a lot of friends. So it's always any time. You know, it's so sad. I know. So it's too much for us. A tragedy that time, yeah, it's too much. Passem, kent u die? Nee, we komen hier voor het eerst kijken eigenlijk. We wonen vlakbij in de buurt, maar nooit wezen kijken nog. Yeah, maar the man, oh, the body is black. Oh, may God bless that man. He's a hero for us. So hero, he's very good man, good heart. That's why they're going to name this bridge after him. Oh, very good. It's very important. I support 100%. He's a hero for Burma. Very good man. Passem. Dat is natuurlijk echt een mens die vanuit zijn diepst van zijn hart handelt op het moment dat het nodig is. Hij deed het altijd al, want hij ging hier die kinderen opvangen. En een beetje heel sociaal natuurlijk. En ja, dat hij dat kind gered heeft zonder aan zichzelf te denken, ja, dat is dus natuurlijk het mooiste van het menselijk zijn. Het diepste wat je kunt doen. Dat vind ik wel. Dat is heel dapper. De familie wel een beetje, maar Passem zelf heb ik niet persoonlijk gekend. Maar ik vind het toch erg en ik vind het leuk dat er een brug komt voor Passem, want die man heeft heel veel geleden. Hij is een held. Hi. Mag ik wat vragen even? Huh? Hi. Ken je Passem? Ken ik wie? Ooit gehoord van Passem? Nee, zeker niet. Nee. Heb je wel gehoord van een man die kinderen heeft gered toen die Bijlmerramp hier was? Nee. Bijlmerramp? Wat is dat? Echt waar? Nee, geef niet hoor, geef niet. Oh, je hebt niet gehoord dat vliegtuigen hier zijn neergestort? Ja, ergens een kraaien of zo, dacht ik. Huh? Ergens een kraaien of zo, maar ik weet niet precies waar. Nee, man. Maar 20. Ja. 20. Dat is logisch dan. Het was maar ik was niet in Nederland, denk ik wel. Misschien. Maar ik is me wel eens gezegd of zo, ergens in het Bijlmerkrein is. Ik heb nooit geweten waar. Maar toevallig zie ik zie veel mensen hier, dus ik neem aan dat het dan hier gebeurd is. Ja, ja toch? Hoe heet hij? Passem. Maar leeft hij nog dan? Hij is overleden, maar gewoon ouderdom. Na 25 jaar is het uiteindelijk gelukt om straks de onthulling van de Passembrug te verrichten. Welkom familie van Passem, vrienden. Ik voel persoonlijk veel verwantschap met Passem. Passem was beheerder van een collectieve ruimte. Ik heb het voorrecht dat ik ook twee collectieve ruimtes mag runnen hier in Zuidoost. Ik weet dat het een soort tweede kamer is voor veel mensen die hier wonen, dat ze hun buren ontmoeten, hun buurtgenoten ontmoeten, dat kinderen leren te socializen. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat Passem zich bijzonder verantwoordelijk voelde dat hij zei van, hé, er is nog iemand binnen. En ja, een diep respect dat hij dan
alle gevaar even niet ziet en naar binnen gaat. Diep respect ook voor al die onbekende helden die ook hier opgetreden hebben, die hier rondgelopen hebben. Maar we zijn inmiddels 25 jaar verder en niet iedereen weet meer wie Pasem is. En daarom is het goed dat er hier een permanent eerbetoon is aan de help van 4 oktober. Het is een emotioneel moment en het markeert toch een fase die voor mij betekent dat wij een nieuw hoofdstuk gaan beginnen met het een plek geven van Pasem en zijn heldendaad en de ramp die heel veel mensen tot nu toe niet alleen maar lichamelijk, maar ook vooral emotioneel getroffen heeft, dat we dat hoofdstuk in dat opzicht niet afsluiten, maar een plek geven, een waardige plek met de Pasembrug. Pasem die de verpersoonlijking is van veel helden, veel hulpverleners die ook mentale slachtoffer zijn geworden. Dat het op deze manier gebeuren mag en dat dit het begin mag zijn van een nieuwe fase die wij ingaan als Bijlmermeer, want wij verdienen het. Ja, absoluut. Ja. Prime Minister Mark Rutte, wat is een penning voor om een kwast? Ja. Otoon voor Santin in een kwast? Ja. Nasa Kufoni per moon, neem kwast? Ja. Namasa Wenya Kusanta voor hem aan een kwast? Ja. Nedred Mapa, neem kwast? Ja. Jij nee, Jina Hayam kwast? Ja. Nanamia Sramo Sabia, ja, hoor, wanneer je tikken ziet voor een nieuw kroom? Ja, Monikaza. Excellent. Alleen Sandy Kompisa. En hoe actiefing Masako, tja, nade. Is die voor u vandaan? Jam. Af vandaan? Jam. Ate komenis ma funu? Jam. Chagwe? Jam. Ate chagwa dede? Jam. Maishi? Jam. Maishi kwa wang? Jam. Meki wang bondru? Jam. Taki. Inu wansani de psanunu? Jam. Inatende konde? Jam. Umutama kandra? Jam. Ganamai? Jam. Saranamang? Jam. Antilyamang? Jam. Wetiman, Jom. Wala malam de wang, Jom. Mek wang kofu, Jom. Mek wang libi, Jom. Kino wang buriano de moren auto. Jom. Piao. Ngane fana na kedi ya man kedi ya mpo. Jom. Pe wataji wala malam. Jom. Taki ala maladi las libi. Jom. Takwe luku, udanganu, doro. Jom. Te nakbafu kondre. Jom. Bali.